speelt hij met de Zegbed de Demmer. Nog heel even inhalen. Mike. Mike en Alex. Ja, oké. Nou, welkom. Jullie gaan dadelijk een optreden doen. Maar even terug naar die legendarische tijd van toen. He, God, het had nogal wat voet in de aarde. Nederland stond op zijn kop. Klopt. Lemming. Ja, blote dames. Vuurspieren. Doodskisten. Alice Cooper was er niks bij. Nee, zou je nog eens wat over kunnen vertellen? Over Alice Cooper ons. Nee, over Lemming. Later kwam Alice Cooper met Schools Out. Ja, die had het van jullie gezien. Nee, dat niet. Toch, man, die had het verschil tussen Alice Cooper en Lemming. Alice Cooper had miljoenen euro's bij elkaar verzameld als sponsors. Die kon een verschrikkelijk goede, betere show op deze. Dat was het wel. Nou, ik vond die show van jullie al weergeloos. En je weet, alle kranten, alle bladen schreven erover. Hè? Jullie werden op tv, Toppop, Van Oekels, Disco. Vaders Pop zien. Het is ook gehad. Uniek. Vooral mannelijk Nederland, die zat gekluisterd aan jullie special effects. En omdat jullie ook toen al mooie jongens waren, hadden jullie een hele grote schare vrouwelijke fans. Ja, nou, toch, Tony? Ja, er waren twee zogenaamde teenpoppenbandjes. Dat was Lemming en Catapult. Let Your Hair Hang Down. Ja. Nou, dat deden jullie. Maar in ieder geval, jullie hebben een aantal hits gehad, een aantal top 40 hits. Father John was natuurlijk een hele grote hit. Lucifer was een hele grote hit. En wat zeg jij? En Queen Jekyll. Queen Jekyll. Die werden ook alle drie dan top 10 in België. Dus vandaar dat ik dat altijd maar erbij noem. Als denken de mensen van, ze waren alleen al bekend in Nederland. Ja. Nee. Dat was gedaan in Polen. Een heel gigantisch legendarisch optreden in Londen hebben we gehad. We hebben getoerd ook met die bandjes zoals Roberts en Smokey. Ja, al een hele mooie tijd geweest. Ja, wordt tijd voor een boek. Gaan jullie niet een boek samenschrijven? Nou, jullie hebben genoeg geleerd. Dan gaat het al, want wij worden zo dingen. Nou, dat is ja, misschien moet ik Chris over nadenken. Ja, ik ben nu met Elkwin bezig, ja. Maar het volgende boek zou misschien Lucifera moeten zijn. Ja, dat zou een goed idee zijn. Jullie hebben wat te vertellen. Onvoorstelbaar. Ja, trouwens, even terug naar anno 2015. Ja. Jullie hebben begin dit jaar, volgens mij, een nieuwe cd uitgebracht. Nee, dat was de bedoeling dat die afgelopen voorjaar uit zou komen. Ja, oké. Okay. We hebben het overgetild het voorjaar. En de reden is dat we een voorloopalbum hebben. Ja. Die is eigenlijk nu vandaag of morgen uit. Songs for sale. Songs for sale. Ja. En gaan jullie een rondje omroepen doen om de cd te promoten? Ja, zeker wanneer in de eerste week van januari Ready to Love uitkomt. Dat is de nieuwe single, die is vrij spectaculair. Die vonden jullie dus goed. Ja, nou ja, ik heb meerdere cd's van jullie beluisterd en ik was zeer onder de indruk. Ja. En ook de mensen die dus die cd overhandigd hebben, die vonden dit een puike opname. Ja, absoluut. Ja, jullie gaan dadelijk een nummer spelen. Welk nummer is dat? Twee liedjes. Eén liedjes. En een Time is Flying. Ja, oké, okay, goed. Ja, gezien de tijd zouden we... Ja. Nee, ik wil nog heel even terug naar jullie. Hoe lang zitten jullie bij Lemming? Ik inmiddels 4 maanden ongeveer zo'n beetje. Ja. En Alex, jij? Alex. Ja, vanaf 2000. Vanaf 2000. Dus ook al een gerenommeerde tijd. Ja, en nog steeds met special effects? Nee. Dat zou wel kunnen, maar dat is ook weer een financieel feit. Ja, je laat nu echt de muziek voor zich spreken, wat dat betreft. Ja, maar ik zelf treed nog nooit op in afdraktenspijker. Ik kan het niet. Dat is toch ongelukkig. Nee. Jullie zien er een prachtig uit, joh. Helemaal Lemming. Ja, zeker. Dus ik zou jullie willen verzoeken om plaats te nemen. We gaan genieten van twee nummers van jullie. Ja. Oké, Tony. Ik kan hier één. Jongens, dit is wonderful en daarna komen jullie. Oké? Heb ik een beetje... Oh, Miss Wonderful.